Mijn naam is Jos Hermans. Ik ben een van de initiatiefnemers van de Stichting Blauw. Door mijn werk als politieman ben ik altijd heel geraakt geweest door het welzijn en het welbevinden van kinderen. En ik zie dat we nog steeds daarin een rol kunnen vervullen. We hebben iets in beweging gezet. En die beweging? Ja, die is inmiddels de Stichting Blauw geworden. Ik ben Gerard Loosen. Ik ben blij dat Jos mij benaderd heeft, want ik ben ook geraakt door het welzijn van de kinderen. En ik weet dat we door kleine dingetjes verschil kunnen maken voor de kinderen in deze wereld. Dat zit ook een beetje in politiemensen, politiemannen, vrouwen zit dat erin gebakken. Want in artikel 28 van de politiewet staat niet voor niets dat wij hulp moeten verlenen aan hen die deze behoeven. Dus dat zit ook een beetje in de opleidingen, dat krijg je ook mee. Dus dat doe je in de dagelijkse praktijk. En dat kunnen wij nu ook een beetje betekenen voor kinderen in de rest van de wereld. En daar is in feite de Stichting Blauw voor opgericht. De Stichting Blauw is ontstaan uit ergernis over verspilling van voedsel, verspilling van eten. Dan ontstaat er een discussie over ja, wat kun je dan doen. We willen wel daar een stuk begeleiding in hebben en ook gevoel bij krijgen. Daaruit is het voorstel gekomen om in een land iets te gaan doen wat dichtbij ligt. Nou, Polen ligt er relatief dichtbij. We hadden ervaringen met vrouwen vanuit Polen die zich in Nederland moesten komen prostitueren om in hun eigen eerste levensonderhoud te kunnen voorzien. Nou, dat is dus not done. Vonden wij, hebben toen een project aangereikt gekregen in Oostenrijk-Dol, vlak aan de Oekraïnse grens. Nou, dan zijn we met z'n tweeën naartoe gegaan, Gerben Kruisberg en ik, om te kijken van ja, wat is er daar aan de hand, waar is daar een behoefte aan? En uit dat bezoek bleek al vrij snel van dat het gewoon om primaire dingen gaat. Het gaat over eten, het gaat over drinken, het gaat over slapen, het gaat over welzijn. En we zagen daar dat we eigenlijk op een relatief gemakkelijke manier toch deze mensen op een iets hoger manier, iets hoger niveau konden tillen. En, dat is toen inderdaad ook gebeurd en ons eerste project is een nieuwe keuken geworden in Oostenrijk-Dol, in de school, in het internaat. En dat is eigenlijk de geboorte van de Stichting Blauw. Vanuit het eerste project waarbij we merkten dat ze op een voor Poolse begrippen goed niveau zaten, hebben we gezegd, nou, we willen nog naar andere projecten gaan kijken, ook in Polen. En daar werd ons aangereikt de kraamafdeling van het ziekenhuis in Oostenrijk-Dolne. Dan hoorden we dat kinderen die geboren werden niet in een couveuse terecht konden en kwamen te overlijden vanwege onvoldoende verzorging. Nou, dat is natuurlijk niet acceptabel, dus we hebben geld ingezameld en we hebben gezorgd dat zij daar een couveuse hebben gekregen vanuit de Stichting Blauw. Een ander project is het Safe House in Katowice. Dat zijn vrouwen die worden opgevangen vanwege huiselijk geweld. Die hebben moeten vluchten samen met hun kinderen. Die worden daar opgevangen en we hebben daar ook ondersteuning gegeven. Een ander project is de opvang van daklozen in Warschau. In de buitenwijken van Warschau zijn er veel mensen die geen dak onder hun hoofd hebben. Maar kinderen ook op straat zwerven. Die worden opgevangen door Lila Marowski. Verder hebben we nog een project in Rybaki. Dat is een basisschool die is ons aangereikt door een Poolse mevrouw die een tijdje in Nederland heeft gewoond en daar de Stichting Blauw tegenkwam in een blad. En het mooie in dat project is dat wij samen met het gemeentebestuur, met de burgemeester waar we mee gesproken hebben, tot een opknappen van het gehele gebouw zijn gekomen. Dus het dak is geïsoleerd en waterdicht gemaakt. Er is een nieuwe kachel ingekomen. De verwarming is zo aangepast en de kozijnen zijn helemaal opgeknapt. Dus die kinderen kunnen daar in ieder geval warm zitten. Nadat wij in Polen bezig waren, hebben we ook gezegd van god, eigenlijk zijn er natuurlijk heel veel meer landen waar we kinderen zouden kunnen ondersteunen. Daaruit is de stichting Ome Joop naar voren gekomen. Dat is een stichting in Arnhem die al een jaar of 70 kindervakantiewerk organiseert. En we ondersteunen stichting PIM, dat is een particulier opgericht huis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Daar zit een kind van een collega en die ondersteunen we financieel. En voor de rest zijn we ook nog in Duitsland benaderd vanuit Duitse collega's. Die hebben ons aangereikt in Mönchengladbach, Verein Zornröschen. Die vangen kinderen op. Die zijn aanraking gekomen met geweld, en met name seksueel geweld. Die worden daar opgevangen en begeleid en weer op het juiste spoor gezet, zeg maar. En verder hebben we in Neuss, van de collega's die uit Neuss mee fietsen, hebben we de Himmelblauwe Traumfabriek aangereikt gekregen. En die zorgen ook eigenlijk weer, hetzelfde als de Stichting Ome Joop, dat de kinderen een leuke vakantie hebben of leuke activiteiten kunnen doen.
En dit jaar hebben we als bijzonderheid dat we de Stichting Children Sponsorship zijn gaan ondersteunen. Die ondersteunen daar kinderen, die zorgen dat ze van de dorpen naar een school toe gaan, naar een soort internaat. Dat zijn inmiddels 250 meisjes. Die krijgen dan een volledige opleiding vanaf hun vijfde, zesde jaar tot aan hun middelbare schoolleeftijd. Dus een jaar of 10 worden die helemaal gevolgd, helemaal opgeleid. En daarmee zie je dus dat je echt verschil kunt maken. En wij hebben ons verbonden, omdat we vinden dat zij dezelfde doelstelling hebben als de Stichting Blauw, om de komende 10 jaar die stichting te ondersteunen. En wij ondersteunen 10 kinderen, die wij dus zorgen dat die de komende 10 jaar een volledige opleiding krijgen. En daarmee een goede basis en een goede toekomst in hun eigen land. Tour de Blauw is ontstaan door een initiatief van Gerben Kruisbergen. Die kwam op het gekke idee om op de fiets te stappen en vanuit Roerstreek richting Oostenrijk-Doorn in de fietsen en onderweg geld op te halen. Het is namelijk een probleem voor de Stichting Blauw omdat wij ons toch verbonden en gebonden voelen aan het integriteitsstatuut Nederlandse politie. Wij kunnen niet zomaar met elke sponsor in zee gaan omdat we toch een link hebben in de richting van de politie. Dus dat betekende voor Ger toen de tijd, ik ga fietsen, ik kijk wel. Nou, dat is een enorm succes geworden. Hij heeft heel veel geld opgehaald. Hij heeft zich ook helemaal de pleuris gefietst, om het zo maar even uit te drukken. En we hadden eigenlijk allemaal het idee een beetje toen die wegging, nou die is binnen 2 dagen terug. Dus niet. Hij is inderdaad naar Polen toe gefietst en heeft er heel veel goodwill mee gekweekt. En toen hebben we een jaar nagedacht van, ja, wat gaan we daar nou mee doen? Moet dat nou een tweede leven krijgen, ja of nee? En als het een tweede leven krijgt, van hoe gaan we dat dan doen? En we zijn bij Gerrit Loze terechtgekomen als organisator van Tour de Blauw. Ja, daar heb ik toch wel even achter mijn oren moeten krabben, moet ik zeggen. Toen Jos binnenkwam vallen. Ik ken hem natuurlijk wel als politiecollega. Maar nog niet zo persoonlijk. Dus ik moest even aanvoelen wat voor iemand dat het was. Met wat voor boodschap dat hij kwam. Maar ja, toen we eenmaal een paar gesprekken hadden gehad, was voor mij al heel snel de knop omgezet om in de stichting te stappen. En ja, om mee te gaan helpen aan de Tour de Blauw, is het organiseren van de Tour de Blauw. En ja, het eerste idee, het gekke idee was, we gaan gewoon dezelfde route fietsen als Ger heeft gedaan. Maar dan met een paar meer collega's, met wat begeleiding erbij, dus iets meer georganiseerd. Nou ja, dat iets meer georganiseerd, dat was ook maar een klein beetje, want we zijn toch een beetje ook in een donker gat gestapt. We hadden wel wat plekken waar we eventueel zouden kunnen overnachten, maar voor de rest was het ook maar een beetje, nou, we beginnen maar en we zien wel waar we uitkomen. Nou, ik had dus geen enkele ervaring op het gebied van sport, laat staan fietsen, met mij, de andere collega's ook. En dat betekende dat ik eigenlijk voorbij Roermond erachter kwam en dat er een zogenaamde grote en een kleine plaat op een fiets zitten. En dat je kunt schakelen en dat het dan gemakkelijker is als je naar een kleine plaat toe gaat. Nou, toen we in de Eifel zaten was ik daar ondertussen wel achter. Meer dood dan levend op die fiets. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben ons goed geweerd, toch? Ja, absoluut. Absoluut. Ten opzichte van de jongeren die mee fietsten, denk ik dat we het heel goed gedaan hebben. Ja. En ja, toen we terugkwamen in Venlo en daar door familie, vrienden en bekenden werden opgevangen naar deze toch wel eerste monstertocht. Toen hebben we gezegd van, nou ja jongens, dit smaakt naar meer, dit gaan we meer doen. Dit is ook een mogelijkheid om geld bij elkaar te fietsen. Dus ja, dat was de geboorte Tour de Blauw. Ja. Ja, nou goed, en net heb ik al Ger Geraerts genoemd. Dat is degene die de route helemaal heeft uitgezet. Maar die heeft ook gezorgd dat we constant motorbegeleiders bij ons hebben. Dat is wel het bijzondere van deze Tour de Blauw natuurlijk. Dat hoor je ook van alle deelnemers die voor de eerste keer meegaan. Die zeggen van ja, dit is wel heel bijzonder dat je in een peloton fietst. En dat overal het verkeer wordt stilgezet, dat je nergens hoeft te stoppen, dat je overal kunt doorrijden. Dat de verkeerslichten hoeven niet naar te kijken, de straten worden netjes afgezet. Dus het is wat dat betreft heel erg veilig om te fietsen. De motorrijders zorgen daar perfect voor. Die hebben constant een groep van 6, 7, 8, soms meer motorrijders om ons heen. Die ons perfect te begeleiden. En dit jaar is de eerste keer de Eurometaar-service vanuit Limburg is meegegaan. Met een vaste club, dat zijn echt beroepsverkeersregelaars op de motor. En dat is perfect gelopen, moet ik zeggen. Ja. Ja. Heel trots op dat ze met ons mee rijden. Ja, en sportieve hoogtepunten zitten er natuurlijk ook wel in. Kijk, we rijden normaal gesproken in een gesloten peloton. Ja. Met een begeleiding. Hè. We mogen niet voorbij de voorrijders voorbij gaan. Maar op sommige momenten laten we de mensen toch wel even los. Als ze over de afsluitdijk gaan, dan hebben we altijd gezegd van nou, nu maken we maar even een wedstrijd van. Dan zit je op een afgesloten fietspad
En dan kunnen de mensen even gas geven. Dan gaat er meestal een motorrijder even voorop en degene die echt willen gassen, die gaan voorop. En dan is het altijd natuurlijk even een wedstrijd tussen Nederland en Duitsland, wie er de sterkste fietser heeft. Ja. En ja, dat wisselt wel eens af. Soms in Nederland, soms in Duitsland. Dat is wel een leuke uitdaging. Ja. En natuurlijk, als we in Zuid-Limburg zijn, als we de heuvels in gaan, dan is het ook altijd even een wedstrijd. Wie zit er bovenaan de Kouberg? Wie komt er als eerste bovenaan? Dan moet ook iedereen in zijn eigen tempo naar boven. En dat zijn wel even leuke uitdagingen in zo'n verder redelijk rustig gemiddeld 30 kilometer per uur peloton. Ja. Ja, en ja, we zijn natuurlijk ook nog ontzettend blij met al de mensen die ons begeleiden in de ondersteuning. Die zorgen dat de locaties 's avonds geregeld zijn en dat de bedden klaarstaan, dat mensen zich aan de afspraken houden die we gehouden hebben, dat er onderweg eten en drinken klaar staat. En dat probleempjes die er onderweg zijn, dat die opgelost worden. Want dat is ook nog heel erg belangrijk om het toch te zeggen. Ja. Ja, ik ben echt oprecht de mening toegedaan dat wij deze wereld te lenen hebben van onze kinderen. Alles wat wij met deze wereld uitspoken, daar worden onze kinderen mee geconfronteerd. En als ik dan kijk naar de doelstellingen van onze Stichting Blauw, dan denk ik dat wij daar heel erg goed antwoord op geven. Wij lenen iets van onze kinderen, maar we geven er ook een hele hoop, we geven ook een hele hoop terug. En we laten dus zien dat je van geven ook rijker kunt worden. Van geven word je echt niet armer. Als je iets geeft, dan krijg je iets terug. En wat krijgen wij terug? Ja, wij krijgen vooral hele aardige kinderen krijgen we terug. Ik kan me ook nog heel goed herinneren hoe dat Gerard een keer een popcadeau gaf. Ja, dat klopt. Kijk, je gaat naar Polen met een heleboel goederen, heel veel goederen. En je gaat met een hele doos vol met allemaal door met liefdehandig gemaakte eigen poppen. Prachtige poppen, helemaal aangekleed, helemaal met geborduurd werk en zo. Prachtige poppen gemaakt, die dan gegeven worden aan onze Stichting Blauw om daar in Polen af te geven. En dan ga je dan mee naar een internaat waar bijvoorbeeld geestelijk lichamelijk gehandicapte kinderen zijn. En je geeft een aantal poppen aan de begeleiders om ze te verdelen. Nou, als je dan op het moment dat je zelf bij een bedje komt te staan, je mag het popje aan zo'n kind geven. En dan zie je wel dat het gehandicapt is, maar je ziet op het moment dat je het geeft dat er wel een reactie komt. Dan is dat mooi, dan krijg je de tranen weer in je ogen en daarvoor doe je het in feite. Ja. Sta er even stil bij. Ja. Dat je wat kunt betekenen in deze wereld. Ja. Even geen woorden voor. Ja. We hopen dat we in de toekomst dezelfde trots kunnen blijven houden. Dat we datzelfde kunnen, in ieder geval kunnen blijven doen op dit niveau. We blijven een kleine stichting. We zijn niet voor heel veel mensen. We willen wel proberen om datgene wat we kunnen, om dat te blijven doen en blijven volbrengen eigenlijk. Ja. We hebben deze wereld te lenen van onze kinderen. Daar ben ik van overtuigd. Ik wil de wereld wel beter maken door de wereld van het kind wat beter te maken.